Yo, what up, Wilbro's? Vandaag doe ik weer een spelletje die jullie graag wilden zien. En dat is namelijk een spelletje waar jullie je oogballen voor moeten gebruiken. En jullie kunnen meedoen. Het is Observation Duty 4. Maar ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik heb een extra paar oogballen erbij. De beste zelfs. Van de one and only Moeder Wasbeer. Yo, ik heb ogen. Je hebt ogen en die werken fucking goed, heb ik gehoord. Ik heb misschien de scherpste ogen in heel het universum. Wat is de bedoeling van de game? Het is heel simpel. We hebben een aantal camera's voor ons en er veranderen dingen in het huis. En wij moeten kijken wat die veranderingen zijn en wat er anders is. Dus het is een beetje zoek de verschillen. Horror. Zoek de verschillen, maar dan eng, zeg maar. Ja. Er mogen 4 dingen actief zijn en bij de 3e krijgen we een waarschuwing. En we krijgen maar 1 waarschuwing en daarna niet meer. Dus daarna kunnen we niet weten of er te veel veranderingen actief zijn. Dus... En we kiezen nu level 2 van de 3. Oké, dus we nemen de omgeving goed in ons op. Nu is er nog niks anders. Ik zit wel echt in die ogen van dat schilderij te staan. Oh, die achterste! Die achterste! Wie hebben dat soort schilderijen is dan de vraag. Ja, wie bedenkt dat je dat in je huis hangt? Dat is toch niet gezellig? Oké, dit moeten we in ons opnemen. Van alles zijn eigenlijk 2 of 5. Ik zie een keukenrol. Oké, dit moet goed komen. Okay. Oh, zoveel schilderijen. Ze gaan waarschijnlijk net, weet ik veel, de neus naar links of zo. En dan zie ik het niet. Vet subtiel. Oké, hier is een instinker waar je op moet letten. Deze ventilator, die kan de andere kant op draaien. Ja, zie je, dan heb je het. Wat is dat trouwens, een grote schoen? Ja, dat is echt een huge unit van een schoen. Wie woont hier? Welke reus woont in het huis? Insane. Oké. Het is die omgedraaide D. Dat is een, zo'n handzaagje. Ah, oké. Maar dat zaag ligt eraf, zeg maar, dat zaagje. Ah, ik dacht iemand is gewoon aan het spellen. Ja, dat kan ook. Je gaat dood. Okay. Alleen, dan stopte hij bij de D, want hij snapte niet hoe de D moest. Volgens mij... is er nog niks anders. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar... Is er hier iets anders aan het schilderijen? Het lijkt erop alsof het beweegt of zo. Kitchen, painting anomaly. Laten we even kijken. Laten we gewoon even kijken. Laten we gek doen, hè. Het is nog het begin. Nu kan het nog. Nu kunnen we even warm lopen. Nee. Okay. Geen painting anomaly. Goed om te weten. Misschien is er nog wel helemaal niks anders, hè. De nacht is nog jong. Die schoen, ja. Waren die mensen erachter altijd al naakt? Of, Ja, die waren altijd naakt. Oké. Die hamer lag er altijd al, volgens mij. Hier zie ik nog niks geks. Nee, hè? Daar stonden altijd al 2, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Goed, kijk, je begint... Ik ga meteen aan mezelf twijfelen, ook elke keer. Ja. Heb ik het goed gezien? Ben je zo hyperfocust op verandering dat je opeens denkt... Was dat altijd al zo? En dan was dat altijd al niks? Ja. Het ziet er nog redelijk normaal uit. Zover je het normaal kan noemen, die schilderijen. Dit is echt zo'n gymface. Inderdaad, ja. Oh, 2 tapijten. Oh, ja. Zag je hoe snel ik erop zat? Echt... Ja, maar je was echt vliegens vlug. Echt. Voordat ik ho kon roepen, had je hem al te pakken. Hoppa. Heerlijk geluidje. Krijgen we nu opeens die melding dat er 3 dingen actief zijn. Ja. Dat is een inkomertje, hoor. Ja, dat is een inkompotje, dan is alles mogelijk. Ik zie hier nog... Ik heb echt op deze kamer heb ik echt heel hard zitten focussen, maar... Ja, je wilt het weten. Ja. Oh! Wat is er anders? Wacht even. Ik zie het niet. Je ziet het niet? Nee. Kijk goed. Oké. Oh! Sneaky, hè? Dat is heel sneaky. Ja. Nou, volgens mij zijn we nog wel goed op dreef. Ja, dit gaat nog de goede kant op. Ik begin nu niet echt te twijfelen. Volgens mij hebben we tot nu toe alles. Ik wil niet opscheppen. Maar... Ja, volgens mij is alles nog goed. We zijn nog oké, lijkt het. Eigenlijk hoop ik gewoon op heel veel griezelige intruders. Want dat zijn gewoon freebies. Ja, dat vind ik mooi. Is dat er weer zo'n... Oh! Het is een enge man te gluren, weet je wel. Ja, of een spook. Ik verwacht ook iets in deze kamer, maar... Ja, ik ook. Hier is nog het minst geweest. Die stond altijd al scheef. Dat is de instinker. Ja. Het leukste aan deze video's is gewoon dat ik met editen dan kan kijken of we iets gemist hebben. Dan zie je het opeens, hè. Maar als je in het moment zit, dan is het zoveel moeilijker.
Ja. Weet je, ik ben een beetje soms als zo'n oom. Wat? Wat? Dus zo, but no. Oh, 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 hallo. Oh, ja, oké, okay, ja, weet je, die. Maar dat is, dit is dan één van de drie. Maar waar is dan, hè? Dit is een duidelijke, deze is super dichtbij nu. Ik zie het verder niet hoor. Wat is er nou nog meer anders? Wat? Wat? Huh? Huh? Hè? Huh? Nah! Ik zie alles is letterlijk nog hetzelfde! Ik ben gek. Wacht. Ik wil die even proberen hoor. Ik twijfel erover. Okay. Ik ben nu gewoon een loser hoor, want Ja, je moet het gewoon proberen. De hamer, hè? Ja, ik wist het! De hamer lag er niet altijd al! Oh, ik zie er nog één. Die foto's. Die foto. Ja. Lekker. Lekker. Oké, nu gaat het goed. Maar nu krijgen we dus niet nog een waarschuwing als er te veel zijn. Dus dat is... Dat is spannend. Twee schoenen. Maar dat zijn er twee. We hebben dan twee van de drie gevonden. Ja, dus waar zit die andere dan nog? Ik zie hier echt niks anders. Nee, maar ik verwacht toch echt hier de verandering. Maar hier ook niet? Nee. Die vrouw kijkt nog steeds heel, heel gek aan. Ja, die gaat nog steeds naar links. Oh! Die kast! Die kast is weg. Of korter eigenlijk. Het is een andere soort maar kast. Is dat object movement dan? Oh nee, dat is distortion! Het is distortion. Oké. Had ik maar zo'n kast. Wel handig op zich. Ja, als die constant verandert van formaat, is dat handig. misschien kun je er dan meer inzetten. Lijkt me. Maar is de hamer weer weg? Nee, die hamer die hoorde weg. Oh ja, dat is waar ook, ja. Die hoorde er niet eens. Maar ik dacht dat ik gewoon paranoïde was. Ik zei ook gewoon heel comfortably van... Oké, die hamer die lag er altijd op. Ja. Oh. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Oh, ja, die painting, hè. Nee, maar die viel op. Oké. Okay. Het is bijna 2 uur en we hebben gewoon al een waarschuwing gehad. Hoe gênant eigenlijk. Ja, pijnlijk. Ik zie op het moment niks. Ik zie helemaal niks. Maar ook deze. Oh, painting. Is die painting ook, ja. Ja, zie je, toch wel. Toch wel. Ik merk dat ik gewoon elke keer aan mezelf begin te twijfelen. Of ik toch 2 ogen heb, zeg maar. Ja. Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt. Die hoort zo. Ja. Oh! Outside intruder. Enge wobbly man. Het lekker te wobbelen. Wat een eng nek trouwens. Zat gewoon zo naar binnen te gluren. En het is koud ook. En voor mij had hij geen shirt aan. Hij was naakt. Ja. Rapporteer die man. Gewoon naakt buiten staan bij je raam. Ja. Wie bedenkt dat? Ja, echt hoor. Wie? Mij niet gezien hoor. Veel te koud. Ja joh. Hoe vaker ik ook naar dat kattenstandbeeld kijk, zeg maar, hoe geflipter die gaat kijken ook. Ja, hè? Is wel part of the experience. Ik ga heel gefrustreerd worden als er nu een game over scherm komt opeens. Ja, ik ook. Want ik zie nu echt niks. Nee, ik mijn 2 ogen willen niet meer. Ze zijn er klaar mee. Nee, mijne ook. Zou het behang veranderd zijn, denk je? Nee, want die is hetzelfde als hier. Hé, dat kastje hangt scheef. Die hing altijd scheef. Hing die altijd scheef? Ja. Oh ja. Yes. Dat doen ze met opzet. Ik trap er gewoon in ook, hè. Zo simpel is ben ik. Is die... Was het altijd al die? Ja, dat was altijd al die. Oké. Daar ga ik ook, hè. Ja, we zitten nu echt... We zijn een beetje gek geworden. Oh. Oh, zie jij hem al? Ik was nog aan het gluren. Kijk. Oh, dat had ik niet eens gezien. Nee. Heel sneaky staat hij daar. Hij zit er echt in het hoekje. Dat is diezelfde man weer. Gewoon last van de stalker. Ik zou gewoon de politie bellen dan. Nee, je moet gewoon anomaly reporten en dan verdwijnen ze. Dat zou wel makkelijk zijn.
Ik vertrouw deze kamer gewoon niet. Ik weet niet wat het nee, is. Nee, maar het komt ook door die gekke paintings, weet je wel. Want echt, dat geeft al zo'n... Ja, het geeft gewoon geen goed gevoel. Nee, hè? Maar ook deze. Wat doet het geweer geknakt op dat bedje? Ja, hoezo heb je die nodig? In de slaapkamer. Hier ligt er ook zo'n eng schilderij op de grond van de slaapkamer. Ik ga even iets proberen hoor, want ik ben nu desperate. Oké. Ik weet niet of daar nou een doos op stond of niet. Dat is een goede vraag. Nope. Ik zat ernaast. Oh, ghost. Ghost. Ghost? Ghost. Waar is de ghost? Oh, daar. Daar is die aan het knipperen met zijn oogjes. Oh, kijk hem nou, joh. Ja. Het enige wat me daar... Oh, fuck! Oké! Intruder. Kijk, dankjewel. Dankjewel voor de intruders. Maar weet je, gelukkig had hij wel een pak aan. Ja, hij was niet naakt dit keer. Deze was niet naakt. Als dit mijn echte baan zou zijn, ik zou of aan een hartaanval sterven, of ik zou in slaap vallen. Oh, die ogen! Oh. Die heel painting. Scherp. Heel scherp. Die vrouw die keek in dat beeld naar me. Maar weet je wat zo kut is? Like, als je de normale via je ooghoek bekijkt, ziet hij er zo uit. Inderdaad. Dat is zo fucking slim. In deze is nog niet zo heel veel gebeurd. Nee, hè? Die slaapkamer is zo lang niks gebeurd dat ik een beetje ga flippen, denk ik. Het is zo stil in die slaapkamer. Hier is ook al een tijdje niks gebeurd. Nee, ik weet niet. Het is... Waarschijnlijk als wij dan net met die camera weggaan, dan komt daar een man en dan zodra we de camera erop hebben, dan is die er weer waarschijnlijk. Ja, dat denk ik. We hebben alle camera's nog, toch? Ja. Ja, ja. 1, 2. Oh, er mist een doos. Oh, ik zie het. Ja, er waren er 3. Toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, het waren 3. Dat kan bijna niet anders. Dat kan niet anders. In mijn brein weet ik zeker, daar stonden 3. Ja, ik... Ja. Ja hoor. Ja hoor, we hebben hem te pakken. Daar twijfel je over. Oh, dat in het raampje. Dat is anders. Maar ja, wat is... Hoe noem je dat? Oh, wacht. Abyss! Wat scherp! Oh! Oh, zo... Wacht, waar is het? Waar links, is, links. Abyss, oh, dankjewel. Oh, oh, die was zo goed voor jou, die had ik niet gezien. Oh, ik zag hem, ik zag het in één keer, maar ik dacht, ja, hoe noem ik dit? Maar dat heeft... Ja. Het is een naam, werkelijk. Zo, hé. Hey. Ja, zie je, zo zie je toch maar weer met het samenwerken. Ja, dat helpt dus dan wel, hè? Ja, nee, ik begin nu paranoïde te worden. Ik dacht dat dat trappertje anders stond, maar ik denk het niet. Nee, het trappetje, dat moet zo zijn. Ja, oké. Okay. Ik dacht net dat hij dichterbij stond eerst, maar dat kan bijna niet. Dat hij. Oké. Hallo, baby, des doom. Is dat een intruder? Is dat een intruder, baby? Kan een baby inbreken? Goe goe gaga, dan gaat hij naar binnen, weet je wel. Ja. Fucking hell. Ja, dat is wel echt een jumpscare, dit. Ja. Yeah. Echt, wie heeft ook die baby unsupervised bij dat geweer neergelegd? Zo. Die painting hoorde zo, hè? Ja. Kunnen we hier nog een baby krijgen? Slaapkamer maakt mij gek. Ja, oké, er is net een baby geweest, dus. Oh! Oh. Wacht even. Wacht even. Let op, hè? Let op. Bereid je voor, hè? Komt-ie. Ik zie het verschil gewoon niet. Ik ga niet liegen, ik zie het verschil gewoon niet. Het behang was anders. Ja, het was opeens heel donker behang, in plaats van licht. Ja, dat merk ik dan gewoon niet op, hè. Nee. Moet je het nagaan dat zoiets groots je compleet kan ontgaan? Ja, echt insane. Niet normaal. Die waarschuwing is wel, zeg maar, veiligheid. Zeg maar. Als je hem nog niet hebt gehad, dan zit je van... Ik heb in ieder geval nog een waarschuwing, weet je wel? Ja, precies. Dan kan het nog... dan kan het allemaal nog goed gaan, zou je zeggen. Dan kan ik nog bijstellen. Oh, extra boeken. Die is gewoon extra te lezen. Dat mag niet. Niet in mijn huis. 1, 2 of zo, die toch lagen? 2. Nou, zie je? 2 boeken en niet meer.
Ja, een beetje, voordat je die hebt uitgelezen ben je toch ook wel weer even bezig, dus... Daarom. Ik heb ook elke keer het idee, als je naar die keuken gaat, dat de keuken smaller wordt. Ja, hè? Nou, ik vertrouw dit niet. Ik ook niet. Ik vind het zo stressvol. Ja, ik vind het nu... heel, vooral omdat het zo laat in de game is, dan moet hier iets anders zijn. Het kan niet anders, maar wat missen we? Wat zien we niet? Er zitten echt mensen... Extra boekjes op de kast. Ja, dus die horen daar niet. Maar het was niet zo. Oh, oké. Dat is in ieder geval één. Oh, ik zit uit stress echt te morsen ook, werkelijk. Ja, ik ga hier gewoon extra object doen, gewoon voor de zekerheid. Ik weet niet zeker of hier... Ja, extra aardappel. Ja, ik weet niet of hier nou twee of één. Ja, of één. Ja, er stond altijd twee. Er stond er nergens één van, hè? Nee, het was altijd dubbel. Wacht even. Nee? Ja, ik dacht even dat ik wat zag daar, maar... Maar nee, toch? Nee. Er voelt daar wel iets anders, maar ik weet niet wat het is. Mijn gevoel kan er zo na zitten ook. Ja. Vertel mij wat. We kunnen een other doen. Wie weet. Het tapijt ligt ook al heel de tijd zo scheef. Ik heb het gevoel dat het bureau anders is. Nope. Nee, ja. Come on. Ja, die sneeuwman is nog steeds. Oh, living room. Nee! Oh, nee! Oh, we misten een object op het kastje van de vorige. We waren zo dichtbij. Hier letterlijk niks anders. Ik zie hier alles hetzelfde. Kijk, die miste. Die. Ja, dat is inderdaad. Er was gewoon eentje vanaf. Maar wat waren die anderen dan? Ik heb geen idee. Er waren drie, hè? Er waren drie. Oké. Oké, bureau was dus echt paranoïde. Die. Got it. Gotcha. We hoefden echt nog 3 minuten, hè? 3. Ja, dit is ongelooflijk. Echt op de valreep, werkelijk. Ja, volgens mij was dat vorige keer ook zo. Dat we het eerste potje echt heel ver kwamen. En toen duurde het wel weer even. Ik wilde hem reporten. Als we die hadden gereport, dan waren we binnen. Dan hadden we hem te pakken. Oh, man. Ik zie niks anders opvallend. Dus er valt me niks op. Dat ik zit van, nee, dat was... Nee. Dat klopt. Nee, mij ook niet. Dat vind ik... Ja, dat vind ik heftig misschien zelfs. Ja, ik ook. Ja. Oh, extra boekjes. Oh, alweer. Ja. Hij blijft maar lezen, hè? Zo, nou, dingen niet aflezen, hè? Daar heb ik een hekel aan, hè? Lees je fucking 1 boek tegelijk. Kom op, even. Wat respect voor dat boek. Weet je, wat is die schrijver, die heeft ook zijn best gedaan, weet je wel. Dat lees bedoel hem even ik. Uit. Ja. Doe fucking normaal. Ik heb zo... Oh. Light anomaly? Lijkt me toch? Het is licht en doet gek. Vang even dat lampje, joh. Ik heb het idee dat we er nog redelijk bovenop zitten, maar daar kan ik naast zitten. Ja, ik durf helemaal geen beloftes meer te doen, merk ik. Nee, ik durf het niet meer te zeggen. Nee, ik vind het doodeng. Ja. Klopt nog. Ja. Ja. Hier. Ja. Klopt alles nog. Geen hamer. Geen hamer. Niks hier. Het typische is dat ik op een gegeven moment gewoon dacht dat die hamer er altijd lag. Dat vind ik het enge hieraan. Ja. Oké, hier klopt alles nog. Onheilspellend. Ik hoor iets. Hoorde je dat? Nee. Ik hoorde iets huilen. Ben ik nou gek? Oh. Oh. Daar gaat iets mis in de slaapkamer. Ja. En niet op de goede manier. Maar als het misgaat, gaat het dan... Hoe kan het... Weet je wat? Laat maar. Soms escaleert het op de spicy manier, weet je wel. Ik dacht niet dat er nou... Het is buiten nog een hele tijd niks geweest. En dat vind ik vervelend. Dat vind ik vervelend en daar stoor ik mij aan.
Kijk, het liefst zou ik gewoon dat er niks veranderde. Dan zouden we dit spelletje heel makkelijk winnen. Maar ja, dat is ook minder leuk. Instant win heb je dan. De gezichtjes kloppen. Die kloppen, die kloppen. Ja, die kloppen. Maar die kreeg die altijd al een beetje scheef? Of? Welke? Ja, nee, die derde keek altijd al een beetje scheef, ja. Ja. Die is niet zo. Nee, dat is gewoon hoe ze eruit... Oh. Ja, movement. Toch? Movement. Want als ik ergens oplet de hele tijd... Ja. Is wel die gun. Ja. Klopt. Ik vertrouw het niet. Nee, het is te stil de hele tijd. Hé, een extra iets. Ja, kijk eens. Ja, hoor. Zo, daar zaten we bovenop, hè. Instant. Ja, we hadden ze door. Ja, niet als wij de boel in de gaten houden, hoor. Zo. Behalve de laatste 3 minuten van de vorige game. Ja, behalve de laatste, toen ontgingen ons wel wat dingen, maar kom op. Dit kan niet. Oh, nee, dit klopt niet. Er is iets anders. Oh, licht. Is dat light? Light anomaly, toch? Ja, dat neem ik aan van wel. Maar die dus was er iemand, net gegarandeerd niet, dus... Nee, 100% niet. We hebben echt heel lang naar deze te kijken. Wij zaten de hele tijd van, hier is niks. Dus die stelt me eigenlijk nog niet zo gerust. Hier lijkt alles me gewoon nog normaal. Ja, er lijkt daar helemaal niks veranderd. En dat vind ik... Oh, ik krijg daar zoveel stress van, hè? Ja. Dit spel is stressvol, dat zeker. Ik ben aan het kijken voor mijn leven, hè? Kijken voor mijn leven. Ja, ik ook. Ik heb er misschien al een paar minuten niet geknipperd ook. Tja, vergeet niet te knipperen tijdens deze game. Like als je ook knippert. Oh my god. Ik zie niks. Nee, anders. Nee, ik ook niet. Iedere camera hoop ik gewoon dat jij of ik gaat van... Ik word helemaal gek. Gallery, object disappearance. Oké, maar die was er net wel, dus nogmaals, die stelt me niet gerust. Die is heel opvallend. Ik hou die telefoon in de gaten voor mijn leven namelijk. Die is nieuw. Oh, wacht. Misschien is er hier een extra object, denk ik. Ik ga het pas bevestigen als het antwoord fout is. Oké, ik dacht misschien hoorde dat doosje daar niet. Nee, die doos die heb ik echt in de smies, hè? Die gaat niet weg voor mij. Nee, oké, dat is goed. Die doos hoort daar ook. Hier staan er 3. Hier staat niks. Dat klopt. 2 schoenen. Nah. Hey. Kom op. Deze is voor baby's, hoor. Ja, kom op. Die ananas. Die ananas, dat is echt pity. Hey, put the pineapple away, zeggen ze dan, hè? Kom ja, op. Dat zeggen ze dan wel. Oh. Hey, die ogen. Heel nice. Maar wederom. Het is bijna 3 uur, hè? We hebben nog geen waarschuwing gehad. Dus er is hoop. Bijna 3 uur. Het liefst heb ik de waarschuwing in het vierde of het vijfde uur. Ja. Het liefst heb ik eigenlijk geen waarschuwing. Ik denk dat het heel goed doen. Gewoon helemaal niet, nee. Geef me een intruder of zo. I don't know. Dat kan ik weer... nog niet gezien. Oh. Oh. Oké, dank je daarvoor. Zat hij daar hoor, naakt op het in de keuken. Lekker even drinken. Ja joh, die had net die ananas opgegeten. Ja, even een biertje atten. Lest zo lekker de dorst, joh. Hebben we alles wel solid. Wat is dit? Wat? Ja, die is tot 2. Die beweegt! Ook even. Oh, huh? Wat is dat? Distortion? Kijk, hij schudt soms. Ja, Hij knippert naar me. Nee. Is dat object movement? Hij beweegt. Dat deed hij eerst niet. Oké, dat was hem. Object movement. Oké. Persoonlijk zou ik het distortion noemen, maar... Ja, ik bedoel, dat hoort niet zo, maar... Dat is gewoon een theorie die ik hier heb, hoor. Dit voelt... De vibe voelt anders. Nee, oké. Ik dacht dat het behang misschien anders was. Je vibe check was off. Een vibe check was off, man. Als die hamer er nou zou liggen weer een keer of zo, dan denk ik, hey. Ja, dan is hij er weer. Dan zou ik weer denken dat hij altijd al lag. Kom op, ik kan niet weg. Kom op! Oké. Heel eng ook. Zo, wat was hij nou aan het doen dan? Waarom kwam er een
arm daar beneden vandaan? Ja, dat ze noemen het je wel je derde arm. Hij neemt het iets te letterlijk. Aan de andere kant is wel handig, want je kan wel oprecht dingen pakken, zeg maar. Ja, dat wel. Dat is wel chill. Zo, zeg maar, die je gulp open doet en dat het gewoon de hele arm uit ja. kan zetten. Zo. Ik heb even. Zo vaak mijn handen vol, hè, dus dat zou echt chill zijn. Dat je een hele zware boodschappentas loopt en je denkt, oh, ik heb even een beetje extra hulp nodig. Ja, dat bedoel ik waar. Deze wilde ik de vorige keer reporten, maar toen kwam ik er niet aan toe. Toen werd ik gedist, last moment, echt like... Die. Ja, dat was dat dingetje wat weg was. Niet weer, hè, niet weer. Ik hou deze nu ook echt in de gaten. Ik weet zeker dat hij in dat ene... Wat? Wacht, wat is oh, dat? Oh, wat is dat, die drie dingetjes? Was het er altijd al? Dat hoorde niet, toch, dit? Dit was leeg. Ik ga helemaal aan mezelf twijfelen nu. Let op, oh. Hey! Ja, zo, hé. Hey. Oh, die hadden we te pakken. Sneaky. Ontgaat zo klein ons kan niet, het zijn, hè? Hè? Ja, dat ja. zal het zijn. Nee, niks. Mm. Als het blijkt dat er daar iets mist, ga ik echt gek worden. Ja, ik ook, hè. Ik, oh, hier hoor ik wat, ja. Ja, dit is, Oké. Lekker bezig. Die radio moet gewoon uit. Ja, zonde van de stroom. Zonde. Doe even een tweede tapijt hier weer of zo. I don't know. Ja, dat was goed, te zien. Ah! Oh, hey. Hi! Oké. Outside. Object movement? I guess. Object movement dat hij naar ons keek? Dat was bewogen. Ja. Dat was letterlijk niet. Mijn ergste nachtmerrie, hè? Dat je die camera's doorgaat en opeens kijkt de standbeeld je recht aan. Oh ja, het is wel een beetje creepy. Echt wel een beetje freaky en een beetje creepy. Ik zit gewoon te wachten tot die naar die kant gaat of zo. Ja. Het lijkt me gewoon dat met dit schilderij, dat hondje of zo, opeens anders is. Ja. Ah, die hamer. Ja, nu hebben we trap hoor. Ik niet in, hè? Trap ik niet in. Het is over met de pret. Leg maar weer terug in die kist. Ja, leg hem maar weer terug, hoor. Ik heb het idee dat we straks weer gaan kijken wat er anders was. En dan hebben we gewoon weer... En dan zien we echt de meest makkelijke dingen. En dan snappen we niet hoe het ons niet is opgevallen. Van hoe dan? Hoe heb je dat gemist? Eerlijk waar. Dit klopt nog, naar mijn mening. Oh! Oh. Dat is dus object movement dan toch dan? Ja, persoonlijk zou ik dit echt een distortion noemen, maar... Ja, ik vind het ook een distortion, maar de vorige keer was het object movement. Ja. Oké, nee, nu is het een distortion zeker. Wat is het verschil? Wat is het verschil letterlijk? Kom op. Echt, dat blikje was echt als een malle aan het wiebelen, maar nee hoor, dat is niet distortion. Dat is gewoon, die man is gewoon een dansbeweging aan het doen. Ongelooflijk. Kast is nog op zijn plek. Die is dus niet aan het bewegen. Oh! Hi. Oké. Intruder? Intruder. Oh man, als je like onder druk staat, hè, dan kan je gewoon niet vinden wat je moet hebben. Shit, oké. Nou, die hoorde daar niet. Heel scherp van ons dat we die hebben gezien. Die kon je zo ontgaan. Ja. De schilderij hou ik echt in de smiezen, joh. Je hebt geen idee. Ja. Oeh, dat is een geest. Dat is dus geest. Doe maar even ghost naast de intruder. Ja. Links, rechts, links. Ah! Voor de rest klopt hij gewoon. Niks mis ja, mee. Ja, daar. Nee, het ziet er gewoon goed uit zelfs. Zou ik zeggen. Nou, dat zou ik ook zeggen dus, hè. Hier ziet het er ook gewoon nog lekker uit. Ja. Geen bewegend standbeeld dit keer. Nope. Dus dit klopt ook nog. Niks. Staat alles nog? Paintings zijn normaal. Liggen nog paintings normaal. Hier ook nog alles. Gaat nog goed. Jop. Ik hoorde geheig in mijn oor. We hoorden dus niks, maar ik hoop niet dat ik het was. Gewoon die heel aandachtig zitten kijken. Nee, het leek echt alsof het van de game kwam in ieder geval. Dit kan niet. Nee, dit kan niet. Ik...
We zijn er ook bijna, maar ik... Oh... Nee! 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 Go on, please! Oh, extra foto! Extra foto! Extra object! Go, 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 go! For fuck's sake! Oh, baby! Oh! Oh, echt hoe ook? Die laatste 3 minuten zijn bij ons echt de meest spannendste minuten ooit. Oké. Ja, en de vorige keer gingen we af en toen hadden we er 26. Hoe dan? Dat was level 2. We hebben het goed gedaan, want de vorige keer deden we er wel een paar keer over. En nu in 2 keer. Ja, we zijn beter geworden. We zijn beter geworden. Wil jij level 3 zien? Laat het me weten in de reacties beneden. En nog belangrijker, vergeet niet Moeder Wasbeer te checken op twitch.tv/moederwasbeer. Ze is nu live. Nu op dit moment. Ik ben een spelletje aan het spelen. Op dit moment. Ik zie jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!